uitslag van dit WES-onderzoek was dat er eigenlijk niets gevonden is. Dat het eigenlijk allemaal in orde was. Er waren op twee genen waren er een afwijking, was er een afwijking gevonden. Waarvan er eentje totaal onbekend is. En één die kon niet gezien worden als oorzaak van de afwijkingen die er bij Berliner gezien worden. We bespreken de uitslag van het WES-onderzoek altijd mondeling met ouders. We geven ouders een keuze over hoe ze de uitslag het liefst willen krijgen. Omdat we niet precies weten wanneer we de uitslag krijgen, bieden we de mogelijkheid tussen in eerste instantie telefonisch de uitslag bespreken of hier op de polykliniek komen om de uitslag te horen. Uit het WES-onderzoek van Thijs is uiteindelijk gebleken dat hij, wat we al wisten, het syndroom van Klinefelter had. Dat was al uit een eerder chromosoomonderzoek gebleken. Daarnaast dat hij het KBG-syndroom heeft. Dat was toenertijd nog maar bij zo'n 25 mensen wereldwijd aangetroffen. We weten dat het verder allemaal goed is. Alleen de oorzaak, de diagnose waar wij naar op zoek zijn en waren, die kan alsnog niet gesteld worden. Ik ben heel blij dat er een diagnose is gesteld. Eentje die echt al zijn problemen ook verklaart. Dat er nu eindelijk geen vragen meer zijn van hey, waar komt dit dan vandaan? Op het moment dat het met de WES gelukt is om een diagnose te stellen, bespreken wij natuurlijk alle mogelijke verschijnselen en alle gevolgen voor controle en behandeling met ouders. En ouders hebben daar met name ook vragen over. Van wat betekent dit voor mijn kind nu? Wat betekent dit voor mijn kind in de toekomst? En ook vaak een belangrijke vraag voor ouders is, wat betekent het voor ons, maar ook voor onze kinderwens? Soms gaat het om iets wat zich eventueel kan herhalen in de volgende zwangerschap. Dus daar hebben ouders ook vaak vragen over. Nu we de volledige diagnose hebben en ik weer naar het CIZ ging met kloppend hart van gaan ze me nu wel dan de indicatie afgeven voor een PGB vanuit de wet langdurige zorg? Zonder enig probleem. Niet in eerste instantie weten ouders goed onder woorden te brengen wat dat dan voor hun betekent. Dat heeft vaak toch ook een beetje tijd nodig. Wat doet dit nou met ons om dit nu te weten? Ik hoopte, we hoopten heel veel, heel diep om een diagnose, iets te krijgen. Om kunnen een beetje meer rust en beter naar de toekomst gaan. Maar het moeilijke is wel met deze uitslag dat deze combinatie van chromosoomafwijkingen wereldwijd nog niet eerder is aangetroffen in de literatuur. Dus eigenlijk sta je alsnog weer met lege handen, want er is geen gebaande weg die je kan volgen. Er zijn niet allerlei instanties die vaker dit soort kinderen hebben behandeld. In die zin ben je er blij mee van er is niets gevonden, dus het gaat allemaal goed. Maar daarnaast hoop je natuurlijk op een zeg maar ander antwoord. Dat is van nou, we hebben de oorzaak gevonden en nou, we kunnen in die richting denken wat je een bepaalde leidraad geeft. Ouders hebben natuurlijk van tevoren aangegeven wat ze wel en wat ze niet willen weten. Dus we zullen met ouders alleen bespreken waarvan ze van tevoren hebben aangegeven dat ze dat willen weten. En ook als er een toevalsbevinding is, wordt de betekenis daarvan uitgebreid besproken en ook de mogelijkheden voor behandeling en controle. Als me nu de vraag gesteld werd, zoals die destijds gesteld is, zou ik het weer doen. En ik denk dat ik daarvoor voor ons beiden spreek. De vragen zijn hetzelfde. En met of zonder uitkomst, ik denk dat het een heel mooi onderzoek is. Dat het heel veel mogelijkheden biedt. Bij een deel van de kinderen waarbij de WES nu geen diagnose geeft, blijft er natuurlijk gewoon een hele sterke verdenking op een genetische aandoening. Ondertussen zijn er vanuit de wetenschap steeds meer mogelijkheden om nog steeds dieper en steeds breder naar dat DNA te kijken. Dus dat betekent dat er over 2-3 jaar ook die nieuwe mogelijkheden voor een deel van de kinderen alsnog een diagnose zal opleveren. Dat je nu weet wat hij heeft, ja, dat geeft echt, dat kan ik niet heel goed omschrijven waarschijnlijk, maar dat geeft mij in ieder geval heel veel rust. Dat je weet, oké, dit is het. En vanaf hier gaan we weer verder.